Goedenavond. Een corona-persconferentie op vrijdag in plaats van op dinsdag, dat doen we natuurlijk niet zomaar. Maar we hebben zo vlak voor het weekend dan ook goed nieuws te melden. Goed nieuws, na een paar weken van rap dalende cijfers in de ziekenhuizen en in het aantal nieuwe besmettingen. Alle eerdere prognoses lijken uit te komen en dat is natuurlijk positief. En daardoor durven we het aan de volgende stap uit het openingsplan, stap 3, een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni in plaats van woensdag 9 juni. Dat is eigenlijk de kortste samenvatting van onze boodschap vanavond. En daarmee nemen we opnieuw een gecalculeerd risico. En om meteen uw eerste vraag te beantwoorden, als volgende week de hemel naar beneden valt en de cijfers toch weer ineens de lucht inschieten, ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie. Maar dat is, en dat zegt ook het OMT, dat is hoogst onwaarschijnlijk. Maar de eerste vraag is natuurlijk, wat gaat er allemaal open en wat nog even niet? Het antwoord op die vraag is kort. Want ik zei al, stap 3 omvat bijna alle locaties. Ik noemde al de kunst- en cultuursector en verdere verruimingen voor de horeca. Er komen ook verdere verruimingen voor de sport. Verder vallen onder stap 3 bijvoorbeeld ook sauna's en zonnebankstudio's, binnenruimtes in pretparken en dierentuinen, rondvaartboten, buurt- en wijkcentra en casino's. De nachtclubs en discotheken gaan nog niet open. En dat geldt ook voor evenementen zoals kermissen, festivals en braderieën. Ook die kunnen nu nog niet. En dan de volgende vraag. Wat zijn de algemene regels? Om te beginnen is het belangrijk dat we de voorwaarden voor binnen en buiten zoveel mogelijk gelijk trekken. Per zaterdag 5 juni gaat het dringende advies voor bezoek thuis van maximaal 2 naar maximaal 4 personen vanaf 13 jaar. En hetzelfde geldt vanaf die dag voor de groepsgrootte buiten. Alles op 1,5 meter en huishoudens uitgezonderd natuurlijk. Voor de doorstroomlocaties geldt vanaf zaterdag 5 juni binnen en buiten dezelfde heldere norm van 1 persoon per 10 vierkante meter. Waar mensen zitten geldt vanaf zaterdag 5 juni zowel binnen als buiten een maximale groepsgrootte van 50. Op die regel van 50 gelden 3 uitzonderingen. De eerste bestond al, namelijk het maximum van 100 mensen bij een uitvaart. Dat blijft zoals het was. De tweede is dat voor grote zalen vanaf 1000 zitplaatsen een maximum gaat gelden van 250 personen op 1,5 meter. Dat zijn vooral de grote theaterzalen, maar het geldt natuurlijk ook voor locaties als Ahoy. De derde uitzondering is dat met een toegangstest vanaf zaterdag 5 juni geen maximum aantal meer geldt, maar wel de 1,5 meter, zowel binnen als buiten. Tot zover de belangrijkste wijzigingen per zaterdag 5 juni. En ik realiseer me, het is veel en op punten best ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd ook wel een groot moment. Want stap 3 betekent feitelijk dat er een einde komt aan de lockdown. Natuurlijk, voorlopig zijn er nog beperkingen, maar niet meer zo streng als ze waren.